Kunststad Rode Kruis is een totaal concept. Alles ten voordele van het Rode Kruis. Alles is begonnen met een verkoopstentoonstelling waar 80 gerenommeerde Belgische kunstenaars aan meewerken. Deze verkoopstentoonstelling is gelokaliseerd in het klooster Sancta Maria, hier op wandelafstand. Hier zelf zijn we in Theorie 3 en hier is in de marge van deze verkoopstentoonstelling een wedstrijdcollectie samengebracht. Misschien af waarom ik mijn naam verleen aan een project zoals deze. Als ik de mensen zo ieder jaar langs de kant van de straat zie staan met die stickers die ze willen verkopen en als je dan op een bepaalde manier de mensen terug een hart onder de riem kunt steken door hier een dessertje te maken en dat dan te kunnen delen met andere mensen, dus voor mij is dat gewoon heel leuk om zoiets te doen. Ik vind het heel belangrijk om op dit soort van evenementen te kunnen spelen, omdat organisaties zoals het Rode Kruis heel belangrijke rollen te vervullen hebben in onze maatschappij die snel verandert. Als ik daar als artiest mijn steentje kan bijdragen, dan vind ik dat essentieel. Ik maak een deel uit van deze samenleving en ik kan door mijn kunst aan een publiek te tonen, ervoor zorgen dat mensen die hard nodig zijn op het terrein hun werk kunnen doen. En dat is denk ik een van de belangrijkste missies in ons leven. Dat zou de belangrijkste missie van heel veel mensen moeten zijn, denk ik, in het leven. Ik ga niet onder stoelen of bankjes steken dat ik ook iemand ben die houdt van alle mooie aspecten van het leven. Ik ben een Bourgondier. Ik eet graag, ik drink graag, ik heb graag mooie kleren aan en mooie auto's horen daar voor mij ook bij. Ik ben iemand die kan genieten van de technologie die achter zo'n wagen kan schuilvinden. En ik ben ook heel blij dat ik sinds enkele jaren ambassadeur kan zijn voor Jaguar. Omdat ik daardoor de kans gekregen heb om al met auto's te rijden waar ik anders nooit in mijn leven had mee kunnen rijden.